Yo, kijkers van Watchinger en welkom in ERA in de nieuwe tour door King Wars. Ja, want we zijn hier nou in het beginnersdorpje, want jullie denken, what the fuck, wat is dit? Ja, dit is dus het dorpje waar ik ben aangekomen en het is helemaal gerestaureerd door de jongens die dit hebben gebouwd. Het zijn de mensen die in het Heptagon zitten van Sam en ze hebben het echt iets uitgebreid gemaakt. Zo heb je nou meer metadata's. En dat ziet hartstikke leuk uit. Kijk, een kraampje is dit voor vis. Een nieuw huisje is erbij gekomen die erachter staat. Nog meer kruiden. Gewoon details. Dat maakt het echt super nice. En de huisjes waren al ingericht, maar ze zijn al wat beter ingericht, denk ik. Ook vanwege de nieuwe metadata's. En er zit een muur om het dorpje heen. Daarboven zie je wat anders. Dat is misschien wel een spoiler voor de volgende keer. Maar dan lopen we hier over de straat. Er is één hele grote weg die door heel ERA heen leidt. En dit is eigenlijk het pad waar je overheen gaat. Je ziet ook gewoon dat de bomen nog steeds de gele bladeren hebben. Omdat we in een Extreme Hills biome zitten. Alles is Extreme Hills biome in deze, op dit eiland. Want daar heb je gewoon de mooiste metadata's bij. Hier is een klein huisje die kapot is gegaan. En ja, dan komen we hier bij de brug. Ik vlieg daar heel veel overheen, want daar hebben we geen zin in. En dan komen we bij het huis wat toen, ja, waar Timo toen was. En dat we Timo toen hadden gevonden, maar die is nog steeds niet gerestaureerd. Misschien dat hij nog een keer gerestaureerd wordt, maar hierachter is nou ook een gigantisch bos zoals je kan zien. Het is hier, zijn nog een beetje lage bomen, daarachter staan hele grote bomen. Dat wordt ook wel een beetje spannend voor het nieuwe seizoen. Ik kan je één ding zeggen. Het wordt ook wel de Last Woods genoemd. En oh, het begint te regenen. Dat willen we niet. We gaan het even weer slashen doen. Want als je verder loopt, kom je in een nieuw dorpje. Oftewel het dorpje van Sam. En dit is de hoofdstad van Samse hertogdom. Hier komen dus voornamelijk veel meer huizen te staan. Dubbele muren. Hier zie je al een paar nieuwe huizen. En de boot van Delano. Delano is toen aangekomen op ons land. En is in dit kleine haventje, ja, aangemeerd. Hier zie je dus nog een paar nieuwe huizen die gebouwd zijn door mensen die hierin zitten. Zoals Thijs, Niek, Lucas, Sam, Demi. Ja, ze zijn goed bezig geweest. Dit is dus die haven. Het ziet er heel leuk uit. Een paar huis- of houtstukjes, kratten, een hijskraan. Aanmeerpunt. En een paar kraampjes waar je gewoon kan chillen, weet je wel. Dat is wel heel mooi. En dan loop je hier verder en dan kom je gewoon de stad in waar eerst al die orkententjes stonden. Die zijn nu weggehaald, alle rommel is weg en het is gewoon farmlands gemaakt. Maar als je steeds verder de stad in komt, dan zie je dat je hier bij een plein komt. En het plein is nog wel een beetje leeg. Er komt nog wat voor in de plaats, wat heel vet. Ik weet niet wat Sam voor plan is, maar het ziet er al wel goed uit. Hier zie je nog een put. Daarachter zweeft ook weer wat in de lucht. Ze heeft veel in de lucht de laatste tijd. Daar is gewoon nog geen reden voor. Daarachter zie je weer de Lost Woods. Wat klinkt dat grappig als je dat in het Engels zegt en voor de rest de hele video in het Nederlands doet. Lost Woods. Maar dan kom je steeds verder bij Mount Meyer. En hier was ook een huisje dat kapot is. En hier zit dus Mount Meyer. Nou, dan gaan we ook even doorheen vliegen, want het is ook niet veel soeps. Het is gewoon één hele lange rechte weg waar je heel makkelijk doorheen kan komen. De wereld moet nog laden. Maar dan kom je uit in de Northern Lands. En zoals jullie weten is dat dus gewoon het hele land wat ten noorden van Mount Meyer ligt. Het is op zich best wel een groot stuk land. Ook nog niet alles is volgebouwd. Ze zit hier de hoofdstad en het orkenleger tent. Ze komt hier ook weer door een bos heen met allemaal mystie. Of ja, ik kom niet meer op het woord mystiek of zoiets. Maar het ziet er best wel vet uit. Daarachter is de hoofdstad. Als je hier langs komt, dan kom je dus gewoon weer bij het orkenkamp. Ik weet niet of je het in de vorige tour hebt gezien. Maar dan blijf je gewoon over dit pad lopen. En uiteindelijk kom je dan uit bij het orkenkamp. Het orkenkamp is dus eigenlijk waar we in een episode zijn geweest en waar Timo dood is gegaan. Als je de episodes hebt gezien, kijk gewoon lekker terug. Ik wil ook niet te veel spoileren voor je. Maar ik ga hier vanuit opinie van als jij al een keer de video's hebt gezien, dat je dan ook weet hoe dit eruit ziet. Dit is dus een orkenkamp. Er zit nog een beetje ijs en zo in. Dat moet er nog even weg worden gehaald omdat er nou een high Extreme Hills is. Daar ligt nog sneeuw. Dat moet ook nog allemaal weg worden gehaald. Maar hier zie je dus allemaal orktentjes. En ja, dit is ook allemaal ingericht. Met hulp van Branko, Sam en gewoon heel ERA is dit gewoon eigenlijk gebouwd. En het ziet er best wel leuk uit. Veel details in de huisjes. Of in de tentjes. Dit is dan een blacksmith. Die ziet er ook heel goed uit.
Hierachter kom je steeds verder en uiteindelijk kan je dus dit wel een beetje door blijven kijken. Maar als je hier zit, vanuit het orkenkamp zie je daar iets heel groots. En dat is dus eigenlijk het kasteel van Era. Daar gaan we zo nog naartoe. Maar we gaan eerst even kijken hoe het er nou uitziet met de rest van de stad. Want de stad is op zich heel groot. Veel mensen zijn al wel waarschijnlijk op de server geweest. En die denken van, nou weet je, hoe ziet Era eruit? Heel veel mensen die vragen ook dagelijks om een TPA naar mij. Maar dat doen we niet, want ik wil gewoon map downloaden, steken gaan. En vandaar dat ik dus verder niemand TP accept. Alleen mensen van Era zijn welkom in Era. Tenzij je hier wil komen en je wil wat gaan opnemen, dan zou ik er nog over gaan twijfelen. Maar voor de rest, je bent hier niet welkom als je hier niets te zoeken hebt. Nou kom je dus bij. Hier is dus die oorlog of heeft plaatsgevonden tussen de orks en Era. Had je hier al die stenen en dan kon je heel mooi achter zitten. Ik vind het echt een hele mooie landscape. Ik bedank ook iedereen die hier aan mee heeft geholpen met die pumpkins en zo. Dat ziet hartstikke leuk uit. En dan kom je hier bij de poort van Era. Nou, in de laatste episode moest ik hier ook doorheen. Toen heb je ook al een stukje gezien. Dit is dus een bruggetje waar je overheen kan lopen met allemaal hooi aan de zijkant. Een soort van vuurkorf. En dan kom je hier al direct bij de bank uit. De bank van Era, oftewel de Rich Halls. Ook weer zo'n Engels woord. En steeds hoe verder je komt in de stad, des te voller de huisjes staan. Hier heb je een klein openbaar riool met een riviertje. Kan je hier het bruggetje over. En dan kom je gewoon bij nog meer te doen. Hier zit de ambassade van Cavendish. Als je hier naar binnen loopt, hier staat het wel, ambassade Cavendish. Dit is dus van Delano. Hier zitten dus allemaal straks mensen van Delano die hier werken, et cetera. Dat is wel heel leuk geworden. Hier heb je dus straks nog allemaal winkeltjes. En als je hier gaat kijken, dan zie je hier een soort van marktpleintje. Hier zit een visserswinkeltje, nog niet ingericht. Hier zit de hunterswinkel, hier kunnen hunters hun spullen kopen. Dit is ook een random winkeltje. Dan kom je hier en dan zie je ook allemaal weer huisjes. Moet ook allemaal nog ingericht worden. Een wachtenstoren die er weer tussen staat met wat bosjes. Ik vind het echt een hele mooie stad. Lekker volgebouwd. Hier zit een soort van restaurant. En dan kom je hier straks waar nog de haven moet worden gebouwd. Dat zul je misschien een andere keer nog zien. Maar daar zijn we nog langer na niet. Dus laten we maar eens even kijken of we richting het kasteel kunnen gaan. Of nee, we kunnen hier wel even langs. Of dan moet ik eigenlijk even een ander weggetje vinden als die er is. Denk het niet. Ik moet even teruglopen. Want hierachter zit ook nog iets heel moois. Nee, ja, we kunnen hier wel even gewoon stiekem over de bosjes heen. Oh, mag hem niet. Ja, hier heb je een klein perkje, tuinperkje met een bakkerij. Die is wel ingericht. De Le Homme Le Noc of Xeleron. Dit is van Thijs. Hij heeft een bakker en het ziet er ook heel leuk uit. Gewoon leuk ingericht. Boekjes. Hierboven heeft hij een kamertje met ook wat boekjes. Een boog, waarschijnlijk is dat een elfenboog en een kleine opslag en dan zou je hierboven wel kunnen slapen, denk ik. Ja, hier heeft hij twee bedden staan en wat gewoon die is voor zijn recept. Oh, leuk. En dan kan je hier naar beneden toe en dan kom je dus beneden en dan zie je hier dus weer de bakkerij. Daarachter heeft hij ook een kleine farmlands en dat ziet er hartstikke leuk uit. Je kan hier ook gewoon weer naar buiten zo. Le Homme Le Noct of Xeleron. En hierachter is dan Joris huis. Joris huis. Je kan hier de deur in. En dan zie je ook wel iets van leuke decoratie. Ik vind dit wel heel leuk gedecoreerd met boekenkastjes, tafeltjes. Een kleine open haard. Wat hangende boekenkastjes. En je kan hier ook verder naar boven. Maar dat zijn allemaal leuk ingerichte huisjes. Je kan hier ook tussendoor. Dat is een klein steegje. Dat is wel een leuk idee. En dan kom je hier ook weer bij iets. Hier zit dus de blacksmith. Hier kun je dus je zwaarden laten smeden. Wapens, et cetera. Hier zit nog een mat. Hartstikke leuk. De kleine weed vorm voor de bakkerij. Hier oogst hij zijn weed voor zijn brood. En dan kan je hier nog. Hier zit dan nog een huisje. Die is volgens mij door Onno gemaakt. En dan kan je hier naar boven. En dan kom je in de wachtenstoren. De wachtenstorens kan je mee op de muur. En vanuit de muur kan je dus op Mount Maya kijken en allemaal vliegende boten die ook nog een keer in het water moeten worden geplaatst. Maar het zijn wel mooie boten. De meeste boten worden gemaakt door de Lano.
Maar volgens mij zitten ook jongens uit mijn land, zoals Scrawl en Nick, zitten ook te bouwen aan boten. Dat is ook hartstikke leuk. Oh ja, hier beneden. Hier wordt aan de muur gewerkt. Er is een gat in de muur, want er zit obsidian in de muur. En toen dacht ik van, nou, we kunnen hier wel kleine steigertjes maken, waarin het lijkt dat de muur weer gewoon gerepareerd kan worden. Dus dan kan je hier zo naar boven, met de trapjes. En dan zie je hier een heel gat in de muur. Dan denk je, wow, wat? Ja, er zit obsidian in de muur, dat maakt het wel heel vet. Allemaal decoraties die het toch wel weer helemaal afmaken. Je kan hier ook gewoon weer verder door de stad heen lopen. Je kan hier naar boven. Dan kom je weer in een klein steegje en dan uiteindelijk kom je weer bij het marktplein. Maar we gaan even kijken. Zo. En je kan dan hier verder over de straat lopen. De straat is voornamelijk ook weer voorzien van decoraties. Ja, hier ben je dus weer bij Cavendish. Hier tussendoor kan je ook lopen. Dit is ook wel heel leuk om te zien. Dan kom je hier bij een kleine put die ook weer gemaakt is door iemand. Te zijn hier weer bij de bank. En hier staan ook weer wat kleine decoraties. Maar we gaan eventjes verder, want hierachter zit ook nog een heel district. Dit is ook het woondistrict. Er zitten hier ook wel kleine winkeltjes, maar het is voornamelijk wonen. Hier wonen er wat, de armere mensen hier. Dit zijn voornamelijk de ambachtswijken. Veel resources hangen de schoenen en kleren en et cetera. Pumpkins die op straat liggen. Weer een kleine blacksmith gemaakt door iemand. Ook super nice. Een klein vijvertje, dat is ook heel leuk. Met wat verhogingen erin. En uiteindelijk kom je hier dan ook weer bij een beetje een open ruimte. Maar we kunnen hier af. Dan komen we hier in het district van Pieter. Dat heeft Pieter helemaal gemaakt. Dat is een nieuwe aanwinst van het land. Hij heeft hier ook wat decoraties toegevoegd. Het ziet er hartstikke leuk uit. Hij heeft hier een kleine werkplek met een verhoging. En uiteindelijk kom je dus bij het marktplein. Hier is het marktplein. Als je het marktplein kent. Dit is, het ziet er een beetje, of wacht even. Dit is geïnspireerd van Riften. Ik weet niet of mensen Riften kennen, maar dat is een dorp in Skyrim. En daar staat alles een beetje op zo'n verhoging dicht bij elkaar met een boom in het midden. Of nou, een boom wil ik niet zeggen, maar er stond wel iets in het midden, maar het ziet er wel lijp uit. Deze is speciaal gemaakt door Sam. En het ziet er hartstikke leuk uit. Daarachter komt misschien nog een ziekenhuis, maar dat is allemaal nog niet gemaakt. Maar we gaan nu naar, naar de koningshallen, oftewel naar de troonzaal, naar de boom. De Driftielboom is hier. Die is ook super nice. Het is een levende tuin, of een levendige tuin. Deze is gemaakt door veel mensen uit de era. Ik heb hier die koepel gemaakt. Sam heeft de boom gebouwd. En dan kom je hier bij een perkje en die is gemaakt door Niek. Maar dan kom je steeds, als je verder loopt, kom je dus bij het grote kasteel. En ik zie al dat ik begin te laggen, omdat er zoveel, echt zoveel ingebouwd is. Er zitten hier zoveel, echt heel veel entities in. Maar laten we maar even beginnen bij het begin. En dat doen we dus. Oké, we beginnen hier bij de barakken. Dit is eigenlijk de weaponry. Hier liggen alle wapens opgeslagen. Je kan hier de zwaarden pakken, bijlen. Alles, et cetera. Het ziet er hartstikke leuk uit. Je hebt hier allemaal rekjes met allemaal wapens erin. En ja, dat vult het mooi aan. Hier zit een soort van afgezonderde plek waar ook allemaal zwaarden in liggen. Dat zijn voornamelijk de wat sterkere wapens. En hier is dus eigenlijk de workplace ervoor. Hier is een verhoging. Als ik hier bijvoorbeeld op kan staan, dan kan ik vanaf hier kan ik dus mijn leger zo zeggen van, oh, jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen en zo. Dat is wel vet. Maar ja, hier zit dus ook nog een troonzaal. Die hebben jullie ook in episode 20 volgens mij gezien. En in episode 20 zit je hier dus op die grote troon. En dan kan ik hier zo zeggen van, oh ja, doe jij dat en et cetera. En dat is ook wel nice. Maar er zit toch een heel nieuw stuk bij, want eerst zat hier een deur, maar die deur is weggehaald. Hier zit nog wel een deur, want daarachter is nog helemaal niks. Dat moet allemaal nog gebouwd worden, maar hier kom je eigenlijk in een soort van hal. En daar beneden zit dus de bibliotheek. Daar ben ik nog niet geweest, ga ik ook nog niet laten zien, want het wordt in storyline nog wel een belangrijke plek. Hierboven kom je dus eigenlijk in de hal waar alle kamertjes zitten van de ridders. Hier zit dus Demi, heeft een kamertje. Hier zit, als het goed is, Yuri heeft een kamer. Hierachter zit de keuken van de ridders. Die is ook super nice. Veel details, kacheltjes. Hier zit een eetzaal van de ridders. En daarachter zit nog veel meer. Maar ik denk dat ik hier bij de episode ga ophouden. Want ik heb al heel veel laten zien van Era. Wil jij meer zien van King Wars Era? Subscribe dan natuurlijk op WatchJagger. Laat even een like achter op deze video achter. En dan zie ik jullie graag de volgende keer in een nieuwe King Wars Era. Tot de volgende keer. Tot ziens!